Het is niet een beetje druk, maar het is razend druk in vuurwerkdorp Baarle-Hertog. Ja, ik vind het gewoon klote regels in Nederland. Voor vuurwerk tenminste. Waar wij nu al massaal vuurwerk inslaan. Ik zou zeggen 98% Nederlanders en 2% Belgen. De vuurwerkverkopers, soms maar net op Belgisch grondgebied, die bestrijden dat hun vuurwerk gevaarlijk zou zijn. Nee, niet gevaarlijk. Het vuurwerk heeft een CE-keurmerk. Dus het is gewoon Europees goedgekeurd vuurwerk. Dat wil zeggen niet gevaarlijk. En wij, vooral ouders met pubers die vuurwerk komen inslaan... Ik vind het een beetje muggenzif draaien allemaal. ...vinden onze eigen regels ridicuul, achterlijk en achterhaald. Als dat aangestoken wordt, dat moet begeleid worden. En niet hier dat kopen. Dat is toch voor de jongens leuk. En daarmee maken ze een lange neus naar de regelgeving en een eventuele politiecontrole. Nou goed, de pakkans is minimaal en... mocht het wel zo zijn, dan is het gewoon een kwestie van een bekeuring betalen en je levert je spullen in. En dat risico durf ik al te lopen. Ze roepen allemaal heel hard dat er streng wordt gecontroleerd. Gelukkig valt het eigenlijk wel mee. Sinds we in september open zijn, hebben ze misschien 1 of 2 keer gecontroleerd. En we zijn bijna iedere dag geopend, dus het valt eigenlijk wel mee. De combinatie van goedkope, maar ook zwaarder vuurwerk trekt liefhebbers als een magneet naar de grensenclave Baarle-Hertog. Wat heb je aangeschaft? Ja, potten, pijlen, eigenlijk van alles wat. Auto ligt vol, dus genoeg. Wat zei je nou, de auto? Auto. Licht? Helemaal vol. De waarde van hoeveel? Oh, ik denk 600, 700 euro. En of die in de kast blijven tot auto nieuw, dat is maar de vraag.